In het bos bij het Drielandenpunt worden 6 baumhuizen gebouwd. En dat ziet er ongeveer zo uit. Of zo, of zo. Baumhuis, je zou in eerste instantie denken meteen aan boomhut, maar dat is het niet. We verwijzen natuurlijk wel naar, omdat we in het bos zitten. Maar een baumhuis is eigenlijk een kunstproject, een kunstinstallatie rondom een boom. En die wordt gemaakt door heel veel verschillende kunstenaars en architecten. Ja. Dus wat onconventioneler als doen gebruikelijk, ja. Want normaal is het vooral veel achter de tekentafel en dan bouwen. En hier wordt al redelijk snel gebouwd. Ja, dus bijna alles wat je meteen verzint wordt ook gemaakt. En dat is wel heel spannend. Dat is wel natuurlijk een hele andere manier, maar wel op een hele leuke experimentele manier als dat we gewend zijn. Ja. Aan het project Baumhaus mag iedereen meewerken. Dus ook toevallige voorbijgangers. Al zijn die op een maandag niet zo makkelijk te vinden. Maar de mensen die wel langskomen reageren volgens de kunstenaars enthousiast. Heel interessant. Ze vinden het interessant en zouden wel een workshop willen meedoen. Ja, vanmorgen kwamen 3 vrouwen uit Aken, die komen hier gereeld wandelen. En die zeiden, oh, willen meedoen, vinden het echt gek. Ja. Maar nog niet iedereen is overtuigd. Gaat u dadelijk ook meehelpen, meebouwen? Weet ik nog niet. Dus moeten we even kijken wat van plan is. Even nadenken wat we voor ideeën hebben of zo. De baumhuizen blijven maar tijdelijk staan. Kunst, in onze filosofie is iets wat zich gewoon op een bepaald moment even moet manifesteren. Het hoeft niet iets te zijn wat voor altijd op een betonnen sokkel staat. En dan gaan wij gewoon door naar het volgende project. En dan hebben we een mooie catalogus en een mooie film over. En een goede herinnering. En hebben toch heel veel mensen het gezien. En dat kan tot en met begin september. Zelf meebouwen aan een baumhuis is mogelijk tot en met 17 juni.